bieslok friteren. Bieslok frité. Goed gezien. Zijn er geen Italiaan of zo? Nee. Kunnen jullie wel Italiaans praten? Si, che bella. Quanto costa questo? Si. Ja, Spaans. Di più. En dan een paar scheldwoorden, maar dat ga ik nu niet zeggen. Tiamo. Si. Ti. Amo. Ti. Amo. Ti. Amor. Ti. Amo. Ti. Amor. Enzovoort. Je hebt dat gefriteerd en dan... Ja. Basilicum er nog bij. Een beetje basilicum erover, voilà. Kijk, en hier gaan we dus het contrast hebben van een basilicum met de gefriteerde bieslook. Ja, maar een kok heeft eelt op zijn vingers, hè? Ja. Kijk, zo. En als je mij nog wat mozzarella geeft... Jeps. Zeg, ze doen hier wat met hun stem, hè? Amai. Kijk. Zo, juist kleine blokjes er nog bij. Uh-huh. En dan gaat dat goed zijn. Mozzarella is Italiaans, maar ja, toch... typisch Noord-Italiaans. Nee, iets meer uit Zuid. Maar bon, je hebt hem er zelf gelegd, dus, hè, Anneke? Ja, ja, dat mag er dan wel bij, Piet. Ja, alsjeblieft. In het begin zijn we nog niet zo streng, hè? Allee, kijk, nog een beetje peper erop en hun voorgerecht is al klaar. Ja! Bravo! Bravo! Dank u! Katakomben van een stadsschouwburg. Hallo? Hallo, goed. Oelala. Davy, mogen wij jou iets aanbieden? Ja, absoluut. Wel, Mag je dat gewoon helemaal alleen opeten? Ja, dat is speciaal voor jou, een voorgerechte. Zo net voor de voorstelling. Ja, dat moet lukken, hè? Dat moet lukken. Het is niet zo heel zwaar. Dank u, het ziet er heel lekker uit. Toi toi, hè? Bedankt. Wat zeggen ze voor een voorstelling? Toi toi. Ja, toch wel zoiets van voordat niet ik begin, te zwaar. Niet te ja. zwaar. Maar een mozzarella, dat kan er nog dat bij. Kan erbij. Ja. Vertel eens iets heel kort over jouw rol. Wat? Ik ben Mercutio. Ja? Ik, ja, zo'n arrogant kwalletje van de voorstelling. En ik ga dood. Dank je, dank je, dank je, dank je. Dat is hier wel een heel bijzondere loge. Fijn, hè? We hebben het een beetje gezellig gemaakt. Heb je dat zelf gedaan? Ja. Ik had het 3 jaar geleden heb ik het hier geschilderd, toen we Les Misérables deden. Ja. Dus wilde ik per se deze loge terug. En nu hebben we dat een beetje aangekleed. En ik ben een dolfijnfreak. En dus dat zorgt dan zo voor een goede sfeer voor hij begint. Ja, en een muziekje op. Oké, ik geef jou een voorgerechtje. Graag. Oké. Okay. Heerlijk, ik ga dat zelfs, ik ga dat denk ik nog wel leegmaken. De hoofdmaaltijd, Piet. Ja, Anneke, het noorden van Italië, de champignons. Combinatie die altijd kan, champignons, courgetten. Ja, ja, enorm. En kijk, die truffelpuree gaan we er dan ook bij doen. En dat is eigenlijk, moet ik zeggen, de perfecte combinatie. Truffelpuree, champignons en courgette. En courgette en typisch Noord-Italiaans met die gnocchis erbij, dat zal perfect. Als jij mij de bordjes geeft, dan ben ik al bijna klaar, Anneke. Ah. Ja. Dan kunnen we eigenlijk al opdienen. Dan kunnen we eigenlijk al opdienen. Wel, lieve mensen allemaal, wij gaan jullie verwennen op het podium. We hebben een tafel geïnstalleerd, dus jullie mogen eigenlijk naar het podium gaan. Dan gaan wij jullie bedienen. Maar ik ben nog niet klaar. Ik ben bijna klaar. Snel, snel, snel. Oké? Okay? Kijk, Anneke, ik giet de gnocchis af. Heb je de borden, Anneke? Ja. Alsjeblieft, Anneke. Dit is het podium, Piet. Kom. Valpolicella.
Brunello. Brunelli. Brunelli, oei. Zegt je dat iets? Ja, ja, dat zegt mij iets. En wat zegt dat? Dat zegt dat je altijd moet eerst wijn drinken om te weten proeven. Dat ze lekker is. Is er nog een glas dat... Nee, maar het moet proeven. Ja. Gezondheid. Gezondheid. Santé. Santé. Ja. Smakelijk, hè? Ik proef vooral veel zon en een zeer sterke gronzo. Dus dat past enorm goed bij die gnocchis. Allee, ik hoop dat het lekker is ook. Hè? Dus nu ik. Niks. Dus. Presentatoren, even kloppen. Ik heb u nog nodig straks. Voilà, Anneke. Zie, kijk. De volgende keer mogen we wel een mixer, meebrengen. Maar het moet zodanig stijf zijn. Oh, Anna. Dat was met veel vertrouwen, hè? Nee, dat ook, is dat ook zo? Dat is heel goed geklopt, Anneke. Is dat ook dan zo tot dat je dat op je hoofd hebt? Je mag het altijd een keer proberen. Nee, nee. Dus een mascarpone, ik kan er dan nu bij. Als ik dan nu een lepel krijg van u... Ja. Gaat het, Piet? Ja, het gaat. Ik heb ook eerste hulp gedaan, hè, dus als het niet lukt... Ja. Nee, het gaat. Echt. Kijk, wat doen we nu? De mascarpone. Bij... Piet, ik weet niet aan het aan doen, maar we moeten ons wel haasten, want het is nog 10 minuten ongeveer. Hè? 8, 7, 39, 38, 37, 36. Ja, maar Anneke, moest je nu... Iets doen in plaats van... Ja. Wat kan ik doen? Kijk, maar zie. Ja, zie. Okay, wat kan ik doen, Piet? Kijk, zie, mooi gemengd. Ja, ja. Mascarpone, ja. Dus het is heel belangrijk dat het eiwit stijf geklopt wordt. Mm-hmm. Kijk. Dus gewoon... Wat doe je er nu bij? Bij de opgeklopte eieren. Voilà. Mm-hmm. 5 minuten voor aanvang deel 2. Olé, jongens. 5 minuten voor aanvang deel 2. Stress, iedereen stress. Op de scène, alsjeblieft. Iedereen op de scène. Zeg een keer dat hij er nog 5 minuten bij doet. Laat jullie de mensen soms wachten als er iemand niet klaar is of zo? Toen nooit. Kijk, Anneke, het is klaar. Is klaar. Heb je nog cacaopoeder of zo? Ik hoor iets van cacaopoeder vallen. Dan mocht je dat uithalen, Anneke. Pardon? Voilà, kijk, ik heb dus het beslag op de koekjes gelegd. Ja. En in feite, door het beslag komen de koekjes nog weker. Ja? En komt die smaak in die koekjes ook. Voilà. Dan hebben we een zeef. Ja, we hebben een zeef. Nog hoeveel minuten nu? Hoeveel minuten nog? Drie minuten. Kijk, cacao. Meneer is een kenner. Ja. Cacao. Voilà. Zonder cacao geen tiramisu. Nee, dat brengt zo wat aciditeit, dus wat bitterheid aan het geheel. Dus het is een zeer zoet dessert in feite. Ja, ja. Dus die bij de koffie wordt geserveerd. Ja. En de acid. De bitterheid van de cacao komt overeen met de bitterheid van de koffie eigenlijk. Hey. Anneke. Hey. Applaus voor Anneke. Oh, ik krijg van de tiramisu is klaar. Dit is Verona. Het is hier zoals overal. Iets wat niet verbazen zal. Bij toeval ben je hier gestrand. Of is het weer een misverstand? Dit is Verona. Thank you.